Kijk, daar komt hij aan. Hij loopt langs de kastjes. En dan gaat hij een plaatje zoeken. Medewerkers van de dierenambulance Haarlem en omstreken bekijken samen met de politie de camerabeelden van vannacht. Voor de tweede keer in een jaar tijd is er in het kantoor ingebroken. Dus ze wisten het en ze hebben die bakken laten zitten en hebben ze portemonnees uitgehaald. Ja, weer ingebroken. Een hoop vernielingen, een hoop geld weg. Ja, hoeveel? We schatten met de schade meten we toch wel rond de 4000 euro schade en vermissingen zitten. Ja. Rond 1:30 sloegen de inbrekers hun slag. Binnenkomen was niet moeilijk, want ze hadden gewoon een sleutel. En het lijkt erop dat ze ook precies wisten waar ze de waardevolle spullen konden vinden. Dus het gaat mogelijk om iemand uit de directe omgeving, een bekende? Dat denken we wel, ja. Dat weet je nooit zeker, maar dat vermoeden is wel heel groot, ja. Ja, maar dat is wel heel naar, toch? Ja, heel vervelend. Als het bekend is geweest, is het helemaal vervelend natuurlijk. Dan moet je je eigen personeel gaan wantrouwen. Dit was ingeslagen zo. Ruim een jaar geleden werd er ook ingebroken in het kantoor. En toen verdween er 1500 euro. Er is een hoop geld weer weg. Wat betekent dit nu voor de organisatie? Ja, financiële klap. Ik bedoel, we zijn afhankelijk van donaties en vrijwillige bijdragen. Dus ja, dan is 4000 gulden, 4000 euro heel veel geld natuurlijk. Maar ik kan me voorstellen dat u er ontzettend boos over bent. Ja, ja, dat is woede die je een beetje voor je moet houden. Als ik nou ga zeggen wat ik ervan vind, dan ga je dat niet uitzenden, vrees ik. De recherche heeft alle sporen onderzocht en ook de beelden worden nader bestudeerd. Er is één iemand die alles heeft zien gebeuren en de daders van heel dichtbij heeft meegemaakt vannacht. Maar helaas heeft de politie heel weinig aan deze getuigen.